Sim Stijn, 1-1 gelijkspel tegen FC Eindhoven. Ben je tevreden met het resultaat? Niet helemaal tevreden. Al vind ik wel dat wij hier alles aan gedaan hebben om hier de winst weg te, om hier te winnen. Hebben ook de kansen gehad om, om hier te winnen. Het viel voor mij, tenminste hoe ik het gezien heb, viel het wel mee hoeveel kansen Eindhoven had. En dat die goal eigenlijk best wel redelijk uit niets vindt. Dus, maar wij hebben alles gegeven vandaag en dat viel niet aan ons te vinden. Dus je hebt wel het gevoel dat er meer in zat vandaag? Ja, dat had ik zeker, ja. Met Ricardo met een grote kans en Jamal op de lat. En ook wat ik zeg, hun zijn veel in de 16 geweest, maar echte kansen hebben ze niet gehad. Voor mijn gevoel. En jij scoort eigenlijk de eerste kans van de wedstrijd op aangeven van Thomas. Ja. Die zijn een succesvol koppel dit seizoen. Ja, toch? Dat is mooi. Haags koppel. Gaat goed, we kunnen elkaar goed vinden en zo hebben we iedereen. Zo gaat het überhaupt goed. Klikt het ook tussen jullie buiten het veld? Ja, zeker. We gaan af en toe leuke dingen doen. Maar dat is met meerdere gasten, dat we af en toe even een hapje gaan eten. Morgen gaan we een wedstrijdje kijken bij Quick Boys. Dus alleen maar leuk toch? Vandaag stond er natuurlijk al ook druk op bij Eindhoven, omdat ze de periodetitel konden pakken. Merkte je dat ook aan de spanning bij de thuisploeg? Dat merkte je wel. Je merkte het ook aan het publiek. Zij wilden, wat we al verwacht hadden, vol voor de winst gaan. Ze pompten heel veel ballen naar voren en gingen er vol voor. Ja, en wij hoopten op de counter eigenlijk eruit te komen. En dat spelen wij toch ook, ondanks dat we wel kans gehad hebben, maar ook vaak niet goed uit. Ik op het einde met de Amar wegsteken en met Sander. Ja, dat is zonde. Dat hadden we beter moeten doen. En ondertussen heeft Volendam vanavond 4-1 verloren van Emmen. De tegenstander dus van vrijdag, Volendam. Speelt dat nog bij jullie mee, dat ze nu twee keer achter elkaar hebben verloren? We houden wel de standen in de gaten. Ja. En, ik denk dat Volendam zit er niet zo lekker in nu op het moment. We stonden met rust al 4-0 achter, hoorde ik. Dus ja, dan wordt een hele mooie pot. En hopelijk op volle tribunes natuurlijk vrijdag. Het zou wel mooi zijn dat het lekker vol is en dat we er een mooie wedstrijd van kunnen maken met z'n allen.